Wat wij daar ook vaak doen als type, en misschien dat dat ook voor de marketeers hier ook wel uh, een goede capstok kan zijn, is wij, wij vragen ook, in veel gevallen, de meeste gevallen, uh, vragen wij ook als, als, als prospecten op de website van een klant van ons een aanvraag wil doen, om uh, bijvoorbeeld een aanspraak te hebben, of om een bepaald uh, probleem te bespreken. Proberen wij ook altijd een veld mee te nemen, waar wij vragen, een open tekstveld, waar wij vragen, hoe heb je hebt ons vandaag leren kennen? Uh, of wat zijn de zaken die je... Uh, welke informatie heb je hebt nodig om, om, die juiste, om de juiste partner te kunnen kiezen? Uh, het is wel de eerste die we het meeste meepakken, dus we hebben ons leren kennen. OpenTixcel hebben we vaak uh, in veel gevallen uh, verplicht maken. En de, van de klanten is dat natuurlijk vaak uh, erin, want dat is een extra confessie-bottle, uh, of bottleneck tot conventie. Uh, maar daar zie je dan vaak dat die contentkanalen naar voren komen die niet één op één meetbaar zijn. Dan komt vaak van ja, ik volg jullie al lang op. Kanaal X, Y of Z met de informatie die jullie daar delen. En uh, het is daarom dat ik vandaag bij jullie specifiek kom horen wat uh, waar dat jullie een oplossing voor mij zouden kunnen betekenen of voor ons bedrijf. Dus dat gewoon ook vragen in formulieren formulier of in gesprekken gaat al vrij snel naar voren laten komen dat uh, je ja, altijd wel waarde heeft en ja. dat je enorm veel uh, klanten helpt om dan de next step te gaan zijn met dat sales team die in contact komen.